Goedenavond iedereen en welkom op deze eerste webinar met twee personen waar ik een andere persoon uitnodig om iets te vertellen over zichzelf. En deze keer is dat auteur George Bernoff die een fotoboek uitgebracht heeft. En ik zal hem wat vragen stellen. En waarom is dit webinar een beetje? Jullie weten dat Fotokotter is voor pro's en ook voor hobbyisten, liefhebbers of ook hoe je het ook wilt noemen. En ik was heel onder de indruk van het boek dat George Bernoff uitgegeven heeft. Er hangt daar een ISBN-nummer uit aan. Is ook naar een uitgever geweest om dat uit te geven. En hij zal ook vertellen dat het niet zo'n moeilijke stap is. Het is weliswaar een beetje zoeken, maar hij zal jullie zeker vertellen hoe je dat ook zelf kunt doen. Ik zal hem even in beeld brengen, dat jullie ook zien wie de persoon is achter het boek. Goedenavond, George. Goedenavond, Jeffrey. Wel, ik zal u even in beeld laten. Allereerst wil ik vragen, wie ben je? Hoe ben je tot jouw fotografie gekomen? Vertel een keer iets meer over uzelf. Ik zou willen beginnen met iedereen die aan het kijken is, van harte te bedanken voor de aandacht en voor hun aanwezigheid. En ik ga beginnen met mezelf toch even te introduceren, want de meeste mensen zullen mij niet kennen. Ik ben geen BV, dus ik heb geen last van dergelijke zaken. Ik ben geboren als Bernard Noffels in 1954 januari in Kortrijk. En ik publiceer onder de naam Georg Bernoff. Dat is een beetje een spielerijkeuze geweest. Maar ik ben geboren in Kortrijk, zoals ik zei, als oudste zoon van wat een gezin van 7 kinderen ging worden. Mijn ouders woonden toen op dat moment in Harebeke. Mijn moeder was een eenvoudige poppenmaakster. Bij de firma Unica, mensen van het Kortrijk gaan die naam misschien nog wel kennen. Deze firma bestaat jammer genoeg niet meer. En mijn vader is dan bij de douane gegaan om daar zowat zijn ganse leven een carrière op te bouwen als ambtenaar bij het ministerie van Financiën. Over mezelf ik kan dus niet zoveel vertellen. Ik heb zo'n beetje van alles gedaan in mijn leven. Dat is altijd interessant, boeiend, nuttig, soms ontmoedigend enzovoort. Maar je tweede vraag was, hoe ben je tot de fotografie gekomen? Mijn moeder vertelde mij onlangs nog, maar ik heb daar weinig herinneringen aan, dat ik als klein jongen al interesse had in fotografie. Maar ik moet zeggen, dat ontsnapt aan mijn geheugen. Blijkbaar moet dat te lang geleden zijn. Maar mijn eerste kennismaking eigenlijk met fotografie, die naam waard is, dat is gebeurd ergens halverwege de jaren 70. Ik was toen een prille twintiger en zoals het bij veel mensen gebeurt, je wordt vader. Je eerste zoon wordt geboren en je zegt bij jezelf, ja, tja, ik zou dat toch wel af en toe een keer van mijn zoon een foto moeten kunnen nemen. En je koopt je eerste fototoestelletje en dat herinner ik mij nog wel. Dat was een Practica, een 35 mm. Die persoon die mij dat verkocht heeft, heeft moeten uitleggen wat dat een sluitertijd en een diafragma was. Want dat wist ik niet. En je begint en ja, je maakt je eerste foto's. En ja, dat is niet altijd met evenveel succes. Dat was toen nog met filmpjes. Je moest goed kijken. Mocht er niet te veel van verprutsen, want dat kostte toch uiteindelijk wel wat geld. En na verloop van tijd zag je, ja, ik zou dat wel een beetje beter willen kunnen doen. En dan ga je, wat toen een beetje voor de hand lag, naar een fotoclub in de hoop van heel wat bij te leren en een beter fotograaf te worden. Nu, dat is een beetje een ontgoocheling geworden. Dat zal niet alleen aan die mensen liggen, dat zal waarschijnlijk ook voor een stuk aan meegelegen hebben in die zin dat je ogen en je oren niet genoeg openzet. Je bent nog jong, je hebt veel verwachtingen, vol enthousiasme en je verwacht misschien ook een beetje te veel.
Maar het was toen de tijd dat de fotoclubs eigenlijk wel allemaal vrij competitief ingesteld waren. Dat maakte dat er daar zo'n beetje een competitiegeest in zat en dat men niet altijd bereid was om gretig kennis en informatie te delen. Nu, heb ik daar niets geleerd? Nee, ik heb er wel iets geleerd, maar onvoldoende. Maar wat ik er vooral geleerd heb, en dat was dankzij een zelfstandige fotograaf die ook lid was, dat is hoe ik mijn films, mijn zwart-wit films tenminste, en mijn foto's mocht ontwikkelen. En dan, van hem heb ik eigenlijk de basis geleerd van het ontwikkelen in zwart-wit. Natuurlijk, naast het feit dat ze tamelijk competitief ingesteld waren, heb ik mij wel af en toe een keer geërgerd als ik de jureringen zag die toen gedaan werden, in die zin dat ik vrij snel doorhad dat men eigenlijk meer, zeker in zwart-wit, een stijl jureerde dan eigenlijk echte foto's. En hoe kwam dat? Wel, ik weet, toen de tijd was het een beetje zo dat in het noorden van Vlaanderen men gek was op foto's die vooral zwart moesten zijn. En in het zuiden van Vlaanderen had men een klein beetje meer voorliefde voor foto's met grijs tinten enzovoort. En vaak zag ik jureringen waarvan de foto's afgekeurd werden, waarvan ik zei, allee, dat klopt hier ergens toch niet meer. En ik zag bepaalde mensen artistieke normen hanteren, die mij wel een beetje de wenkbrauwen deden fronsen, en waarvan ik vond dat het soms wel een beetje bij het haar getrokken was. En dat maakte natuurlijk dat mij daar minder en minder begon in thuis te voelen in die fotoclub. En goed, op een bepaald moment, en dat is dan een beetje de druppel geweest die de remmer heeft doen overlopen, heb ik een foto die geselecteerd is in Nantes. Alweer in, ergens daar in die streek in Frankrijk. En dat was eigenlijk een foto, allee, die een beetje mislukt was, in mijn ogen, qua technische belichting, maar die anders wel iets had. En het was toen een moment van, oftewel duw ik op de knop en heb ik iets, oftewel ga ik eerst een keer kijken of dat allemaal juist is en ben ik het moment kwijt. En ik had eigenlijk zonder het goed te beseffen een soort high-key foto gemaakt. En die werd, voor iemand die zei, ik moet een keer insturen. Dat had dat misgoed. En inderdaad, ik stuurde dat in en die foto werd aanvaard. En daar werd toen zeer smalend over gedaan. En ik zei, maar kijk, als het zo is, mensen, hartelijk bedankt. Ik wens u nog een fijne toekomst. En ik heb het hier gezien en ik ben daar weggegaan. Nu, ik heb dan nog een beetje verder geploeterd. En ik heb een jaar dan nog Vormingsinstituut in Roeselare gedaan. Nu, dat eerste jaar, dat was dagonderwijs. Ik werkte, ik had van mijn werkgever enorm veel uren. En dat was recuperatie van de overuren. Ik had een uitzondering gekregen om die lessen te kunnen volgen. Het eerste jaar was vooral theoretisch, met iemand die met veel liefde en sarcasme het vak optica ons door de straat heeft geramd, wat alles behalve plezant was en dat viel niet echt in de smaak. Maar het tweede jaar ging dan normaal meer praktijkgericht zijn enzovoort. Maar je moest doen als fotograaf een vestigingsattest hebben. En voor mij was het niet zozeer de bedoeling om zelfstandig te worden, maar vooral om het vak van fotograaf een beetje toch onder de knie te krijgen. Dus dat tweede jaar heb ik niet kunnen doen, omdat ik een collega had die dat niet kon smaken, dat ik daar een uitzondering op kreeg en die bij de directie zijn beklag is gaan doen. En ik heb mijn tweede jaar niet kunnen afmaken. Nu, SWAT, dat heeft dan geleid een beetje tot het feit dat je vastloopt en dat het doodbloedt. En dan heb ik mijn toestellen aan de Welgen gehangen. Ik had er toen ondertussen twee, dat waren twee Canons. En ik heb denk ik gedurende 20, 25 jaar geen enkele foto meer genomen. Zelfs niet op vakantie. Dat is zo'n beetje het verhaal van toen. En dan ben je toch nog
tot een boek gekomen. Na 25 jaar niet te fotograferen. Je hebt dus beelden samengenomen, maar van waar komt de inspiratie of waar komt de rode draad in uw boek vandaan? Wel, dat is een heel verhaal, dat komt niet van vandaag op morgen. Hè. Dus alles, de dingen groeien en een groei, dat heeft tijd nodig. Dus op een bepaald moment, en ondertussen was het analoge tijdperk helemaal voorbij en zat men ten volle in het digitale tijdperk. De omslag had ik volledig gemist. Maar ik heb toen een klein fototoestelletje gekocht, 3,2 megapixels. Om als ik af en toe naar Duitsland ging om een paar dagen een keer de geest te verfrissen, want ik werkte toen heel veel, veel stress. Er waren ook heel wat persoonlijke kwesties die een rol gespeeld hebben. En met mijn jongste zoon ging ik af en toe een keer voor een dag, 3, 4 naar de Moezel, om daar even stoom af te laten. En ja, ik moet dat toch een keer alleen een foto nemen, het is te jammer. Hè. En zo ben ik terug begonnen. En ik heb mij dan een iets beter toestel gekocht van 7 megapixels. En ondertussen had ik een nieuwe partner. En die zei, ja kijk, ik heb een reis geboekt naar Cuba. Heb je geen goesting om mee te gaan? Natuurlijk, ja. Ik had heel veel goesting en ik ben ook dus meegegaan. En ik heb dan bij mezelf gezegd, ja, als je zo'n reis maakt, en ik was toen denk ik 57 jaar, het was voor de eerste keer in mijn leven dat ik buiten Europa een vliegreis ook nog maakte, naar Cuba enzovoort, dus niet bij de deur, maar moet toch weer een keer met een aantal foto's, moet toch iets hebben als souvenir, als herinnering. En ik ben daar beginnen erop los fotograferen, zonder veel nadenken en gewoon fotograferen. Maar al die indrukken die op mij afkwamen, dat was natuurlijk veel in één keer. En ik ga eerlijk zijn, mijn toestel stond op Jepeg, vooral had ik nog nooit iets gehoord, dat was voor mij Latijn. En ik heb daar een hele hoop foto's gemaakt. Dus je komt dan thuis, je zet die foto's op je computer en daar staat er. Op die computer, ja. En daar komt er een keer iemand op visite en die zegt, ah, mooie foto's gemaakt in, maar een keer kijken. En dan begin je op je computer een keer je foto's te tonen. En dan krijg je zo commentaar van, het zijn nog wat schone foto's tussen, alleen dat niet mis, enzovoort. En dan begin je zelf wat beter te kijken naar je eigen foto's en je zegt, ja, tja. Ik was het eigenlijk nog niet helemaal verleerd. Die composities die zitten meestal goed. Hier en daar een detail dat je zei, dat beter gekund. En ja, dan zegt je partner, ja, maar ja, dat is toch ambetant. Als er iemand komt, dat iedere keer die een computer moet opendoen om naar die foto's te kijken. Waarom maak je dan een keer niet een boek van? En toen heb ik mijn eerste fotoboek gemaakt. Dat was toen bij Albelli. Met foto's van Cuba. En natuurlijk, als je dan begint aan een boek, aan een fotoboek, gewoon voor eigen gebruik, ga je toch een keer kijken van oké, ja, die foto, daar ga ik een keer een beetje bijkaderen of enzovoort. Maar je maakt een keuze, een selectie. En dat boek komt binnen en dat oogt natuurlijk vrij mooi. Dat is altijd zeer plezant. En toen heb ik eigenlijk voor de fun... Want ik ben altijd een liefhebber geweest van zwart-wit. Zoals ik ook een boekenworm en een fervente lezer ben. En ik eigenlijk ooit gedroomd heb om zelf boeken te maken. Heb ik dan een fotoboek over diezelfde reis gemaakt, maar dan in zwart-wit. Ik kan dat misschien een keer tonen. Dat was het eerste, dat is de hoes van het eerste boek in kleur. Hè, van... Dus met obligate kleurfoto's van Cuba. Ik weet niet of dat het goed zichtbaar is, Jeffrey. Ja, we kunnen het goed zien. Oké. Okay. En ja, dat is dan. En dan maak je eigenlijk, en dat had ik gemaakt voor de verjaardag van mijn partner, Cuban Blues. En dan heb ik daar wel een beetje een speciaal boek van gemaakt. Ik moet nu een keer kijken hoe ik dat mooi kan tonen en, of in beeld brengen, want het is niet evident. Ja. Met de camera. En hiermee kwam mijn hoesting voor zwart-wit weer naar boven. En ook het feit dat, om een keer
iets meer te tonen. Hè, dat je evengoed een dergelijk thema in zwart-wit kunt brengen. Nu, dat boek is er gekomen en was daar heel tevreden over. En ergens was het wel, dat is uitgegeven in eigen beheer via Blurb, geloof ik. Maar ja, ik heb daar eigenlijk niet veel mee gedaan om dat ook te verkopen aan andere mensen. En goed, dan valt dat weer allemaal een beetje stil. En dan ga je ondertussen nog eens op reis en dan maak je weer een boek voor eigen gebruik enzovoort. En toen eigenlijk de periode aanbrak van de COVID, van de corona, heb ik net zoals vele andere mensen op het eerste gezicht, alleen in het begin weinig of niet gefotografeerd, zelfs nu nog niet. En toen ben ik in mijn collectie gaan kijken. En gaandeweg ben eigenlijk al mijn mappen een keer gaan overlopen. En een keer gaan kijken, maar met een andere blik. Nu moet ik zeggen, ondertussen had ik wel in het CVO in Kortrijk, in CVO Scala, had ik wel les gevolgd. Heb ik het volledige cyclus afgewerkt. Had ik ook al ondertussen mijn portfolio, mijn eindwerk gepresenteerd. En dan kijk je natuurlijk op een andere manier naar je foto's. Fotografeer je ook op een andere manier. Leer je nieuwe dingen. Wordt je fotobewerking anders. Technisch ga je foto's op een andere manier nemen. Zodanig dat je die fouten van allee, er gewoon maar zo op los fotograferen. Dat je die probeert weg te krijgen natuurlijk. En dat is dan zo'n beetje een proces. Je gaat al die foto's een keer bekijken en dan zeg je, tja, daar zit een rode draad in. Nu, die rode draad, die zat erin blijkbaar van in het begin. Dus als ik naar mijn vroegere foto's ga kijken en wat ik nu doe, die rode draad is niet veel veranderd. Die zat er eigenlijk al altijd in. En bij mij is de rode draad eigenlijk het observeren van mensen. Het kijken naar mensen, wat doen ze, en ze fotograferen terwijl ze bezig zijn met iets. Ja. En dan zeg je ja, als dat mijn rode draad is, dan moet ik dat gebruiken. Dat is mijn hoofdthema, niet dat ik geen andere dingen fotografeer, ik fotografeer ook soms andere dingen, maar je kunt niet in alles goed zijn. Hè? Tijdens mijn vorming bij het CVO heb ik geproefd van verschillende disciplines binnen de fotografie. En je voelt snel, als ik mij daarop toeleg, ga ik daar wel een paar goede foto's mee kunnen maken. Maar het is mijn ding niet. Hè? En ik ben van mening dat je uiteindelijk, je moet je ziel volgen, je moet je hart volgen, je moet de dingen doen dat je graag doet. Daarom moeten ze bij mij, ze weten dat in de familie niet afkomen, maar het is een trouw of een familiefeest, gaat wel komen foto's pakken zeker. Hè? Dus mijn antwoord is altijd advies nee. Waarom? Ik doe dat niet graag. Ik ben daar ook niet zo goed in. Ik word te nerveus. En ik zeg, alsjeblieft, doe mij een plezier, vraag dat aan iemand anders. Met alle plezier. Ja, maar we gaan nu betalen. Maar ik zeg, daar gaat het dan niet over. Het gaat er gewoon over dat ik me daar niet lekker bij voel. En ja, de dingen waar je goed mee voelt, dat zijn de dingen die je ook goed doet. En soms meer dan goed, wat je kunt in excelleren. Ik ben nu even mijn draad van mijn verhaal een beetje kwijt. Maar zo is eigenlijk die boek een beetje tot stand gekomen. Ik heb mijn foto's, de rode draad is mensen, wat doen ze allemaal? En wat doen mensen? Mensen doen in feite heel eenvoudige dingen. Dat is, ze zitten te wachten op iets of op iemand. Ze gaan ergens naartoe. Ze zijn in beweging. Ze zijn aan het werk. En dat bracht mij in feite, we leven in een tijdperk met zeer veel mogelijkheden, die ik in mijn jonge jaren niet had. Je hebt het World Wide Web. En zo is die titel, dat begin je met woorden te spelen.
Want ik schrijf ook een beetje en dat maakt natuurlijk dat je kijkt naar het taalkundige aspect. Ik zei World Wide Web, www, en mijn boek wordt www. Wandelen, wachten, werken, wonen, enzovoort. En het is eigenlijk de foto's die ik had, die gedicteerd hebben hoe dat het boek er zou uitzien. En dan heb ik natuurlijk een vrij strenge selectie gemaakt, waarbij ik ook tot de constatatie gekomen ben dat een aantal van die foto's een keer opnieuw moesten bewerkt worden. Ik had in het begin de neiging om een beetje te vuil te bewerken, en je kent dat allemaal. Scherpte bijsteken enzovoort, dat je natuurlijk op een bepaald moment begint artefacten te krijgen. En naarmate dat je vordert, leer je altijd dingen bij, en dat maakt dat je zegt, ja, oei, wat heb ik daar gedaan? Dat is niet goed. Dus die foto's hebben een nieuwe bewerking gekregen. Bijna allemaal, op een paar uitzonderingen na, ik kan het zo zeggen. Dus als ik even mag samenvatten, heb je eigenlijk uw foto's, ja, die kat passeert hier weer, heb je eigenlijk uw foto's afgeprint om die gemakkelijker te kunnen tonen aan familie en vrienden, los van uw computer. Heb je dan eigenlijk die in een boek gezet, zoals iedereen doet, een Albelly en andere software die je kunt gebruiken om boeken te maken. Dat maakt het natuurlijk eenvoudiger om te tonen, maar ik vind dat ook dat goed staat in de boekenkast en dat eigenlijk uw foto's dan een keer gedrukt worden. En dan heb je voor jezelf de volgende stap gemaakt. En ik vind, er is een groot verschil tussen een fotoboek bij Albelly afdrukken en de stap te wagen naar een eigen ISBN-nummer, wat een boek natuurlijk officieel maakt. Nu, door in uw collectie te gaan zoeken, heb je die rode draad gevonden. En uw boek noemt dus Waiting, Walking en Working. Afgeleid van het www, van het World Wide Web. En als ik het bekijk, uw boek staat vol prachtige foto's, maar dan gaat het vooral over straatfotografie eigenlijk. Je zei daarnet dat je graag mensen observeert. Nu, over die straatfotografie, als ik dat vertel aan andere mensen, de meesten zijn wat bang om eigenlijk een foto te maken of op de mensen af te stappen en te vragen of ze mogen geportretteerd worden. Hoe heeft u dat dan aangepakt? Wel, ik zit waarschijnlijk, zoals de meeste mensen, met het probleem dat ik het moeilijk heb om mensen zeer expliciet te gaan fotograferen. Dus dat maakt dat ik altijd van... Ik doe dat van op een zekere afstand. Wat heb ik? 80% van mijn foto's worden genomen met een kleine zoomlens 24-105. Dus het is niet dat met een tele van 400 mm daarvan op afstand foto's zit te schieten. Maar ik heb inderdaad, ik hou zelf heel veel van mijn privacy. Ik heb niet graag dat mensen mij dicht op de huid zitten. En ik heb moeite om binnen te dringen in andermans privacy. Nu, er zijn een aantal foto's, zeker als de mensen in de lens kijken, waar ik toestemming heb gevraagd van, dus noods met een teken, en ik wijs dan mijn toestemming, mag ik een foto nemen? Zeker als het in het buitenland in een taal is, bijvoorbeeld Spaans, die ik niet spreek, met gebarentaal, en meestal zijn de mensen knikken een keer van ja. Ik heb één uitzondering gehad, waar ik aangevallen werd door een bijna half hysterische man, dat was in Krakau, en ik heb toen zo geen problemen gaan hem missen. Ik heb gebaard dat ik hem miste, ik heb mijn toestel afgeleid, en hij zag een zwart scherpje. En uiteindelijk heb ik die foto niet gewist. Ik heb hem nog altijd. Maar dat is een foto dat ik bijvoorbeeld niet zou publiceren. Omdat die persoon zeer duidelijk heeft aangetoond dat hij dat niet wou. Maar mijn meeste foto's van mensen die bezig zijn, ik wil die een zeker afstand bewaren. Ten eerste omdat ik zelf niet graag op de mensen hun huid zit. Maar ook van het moment dat ze te veel zien dat je expliciet aan het fotograferen bent, gaan ze zich anders gedragen. Dus ik heb graag mensen die niet in de lens kijken, die bezig zijn met iets, zien kijken naar iets, zien luisteren naar iemand. Dat is niet altijd te zien in de foto.
naar wat dat ze kijken, naar wie dat ze luisteren enzovoort. Maar ze worden gefotografeerd op een zeer natuurlijke manier. En dat maakt, sommige mensen zullen zeggen, ja, dat is een beetje voyeuristisch. Ja, dat is het. Ik heb daar geen probleem mee. Daar heb ik geen probleem mee. Als we ergens naartoe gaan, we kijken allemaal rond. We zijn allemaal voyeurs, van eerste tot laatste. Als ik zie wat dat er gebeurt langs de autostraat, als er een ongeval is, iedereen zit uit zijn raam te kijken naar de overkant van naar de andere rijvakken om te zien wat er gebeurd is. Maar als iemand duidelijk teken heeft van ja, maar ik wil niet, dan doe ik het ook niet, meestal. Dat geval in Krakau, ik had de foto al genomen en aanvankelijk reageerde hij niet en plots werd die man wel hysterisch en dan heb ik gezegd, oké, geen probleem. Nu, hangt daaraan vast, vraag ik aan de mensen of dat die foto's mogen gepubliceerd worden. In 99,9% van de gevallen niet. En dat is ook zo, als je ergens op een plein bent en er gebeuren daar dingen en er zijn daar verschillende mensen, dan kun je niet aan iedereen gaan vragen van, ja, meneer, ik zou een foto willen trekken van wat hier gebeurt. En mag dat publiceren? Nee. Dus ik ga ervan uit dat wie zich in de publieke ruimte bevindt, voor een stuk akkoord gaat met het feit dat hij of zij gezien wordt. En dat je aanvaardt dat er daar eventueel iemand een foto kan van trekken. Nu, ik hou ook geen mensen fotograferen in gênante situaties, dat ga ik niet doen. En als het mensen zijn uit mijn onmiddellijke omgeving, dan ga ik wel vragen, mag ik die foto eventueel gebruiken, omdat die mensen je nader staan en je ziet ze ook vaker. Maar bijvoorbeeld van een foto die genomen is, ergens is het nu in Duitsland, in Frankrijk of in Nicaragua, achteraf, want je neemt ook een foto, maar je weet niet altijd wat dat je ermee gaat doen. Hè. Dat kan zijn dat die foto nooit in een boek raakt. En ik heb mijn selectie gemaakt. Dan zeg je, ja, tja, die ga ik erin zetten, die ga ik er niet in zetten, enzovoort. En het is altijd zeer moeilijk. Maar ik ken het probleem bij andere mensen. En ik heb het ook een beetje. Ik heb het ook niet aan. En als ik zie dat de mensen zien dat ik aan het fotograferen ben, dan heb ik de neiging om een beetje dicht te klappen. Dan stop ik er niet. Omdat de mensen zeggen, ze gaan het misschien gênant vinden. En dan begin ik na te denken en te zeggen, ja, ik zou het misschien beter toch niet doen, enzovoort. En ja, zouden ze het graag hebben, zouden ze het niet graag hebben. En ze zijn dan ook niet meer natuurlijk bezig. Soms zien ze het, dat je fotografeert. En ik hou enorm veel van die foto's. Ik heb er zo enkele, wat ik fotografeer. Maar als ze mee aan het fotograferen ben, terwijl ik aan het fotograferen ben. En dat is altijd leuk. Maar goed, je kunt daar misschien ook een boek mee van. Dat is misschien toekomstmuziek, ik weet het niet. Maar dat is inderdaad soms problematisch. Maar je moet het doen en niet te veel nadenken daarbij, denk ik. Alleen moet je zeggen, kijk, voilà, als iemand echt in een gênante situatie zit, dan doe ik het wel niet. Oké, dus uiteindelijk reageert u ook nog altijd zoals de rest van ons. We gaan er ook niet gaan op afstappen of gewoon een lens eigenlijk in het gezicht gaan duwen. Nu, er staan heel redelijk veel mensen in. Zijn er zo momenten dat je zegt, dat ga ik nu nooit vergeten? Ik denk nu maar die man van Krakau bijvoorbeeld, of iets. Iets dat u opgevallen is tijdens fotograferen. Iets dat je altijd zult herinneren. Maar een foto dat mij altijd gaat herinneren, en die ik straks ga tonen, straks gaan we dus enkele foto's tonen, is eigenlijk de foto die mij de zet gegeven heeft om terug wat dieper in de fotografie te duiken en les te volgen. En dat is die man in Cuba met zijn varkentje die op handel is. En ik had daar werkelijk je moet ook een beetje geluk hebben natuurlijk. Hè. Ja. We waren met drie mensen die hem fotografeerden. En er waren de twee die voor mij waren en ze hadden hem gefotografeerd. Ik zei, ik kan ook een keer fotograferen. En ik heb het geluk dat er op een bepaald moment iemand roept. En die man en zijn zoon draaien zich om. En dat geeft die foto juist iets extra's. En dat is een foto dat ik niet ga vergeten. Waarom? Omdat hij voor mij een beetje achteraf de reden is geweest van
kijk, ik kan het nog, ik heb daar toch iets geleerd, ik heb daar toch iets van overgehouden. Nu, dat wil niet zeggen dat ik in al die jaren dat ik niet gefotografeerd heb, heb ik enorm veel tentoonstellingen gezien. Zowel van gewone kunst, beeldhouwen, schilderwerken. Ik had ook academie gevolgd. Ik heb zelf 7 jaar keramiek gedaan. Ik heb 3 jaar schilderen gedaan, maar dat was totaal niet aan mij besteed. Ik heb een jaar een keer geproefd van beeldhouwen en een jaar van multimediale kunst. Ik heb kunstgeschiedenis gevolgd. Ik heb kunstinitiatie gevolgd. Ik heb veel tentoonstellingen gezien, ook fototentoonstellingen. En naarmate dat je veel kijkt naar het werk van anderen, gaat je blik zich toch verruimen. En ik voelde van, allee, want in heel die eerste foto's van Cuba, had ik eigenlijk een rijke oogst van foto's die bruikbaar zijn, die je in een boek kunt plaatsen, die... het enige jammer is een beetje dat ze genomen zijn in JPEG op 3 of 4 megapixels enzovoort. Ik had toen niet de kennis om mijn toestel op de juiste manier te gebruiken. Ik weet zelfs niet of dat er al op zat op dat toestel. Maar ze vragen ook weinig bewerkingen, maar je kunt ze niet groot afmaken. Hè. Ik heb een foto van in Krakau die ik op... ik denk 1,40 meter of 2,10 meter. Ik durfde niet groter te gaan. Dat was voor een tentoonstelling hier in onze gemeente van de fotoclub waar ik voorzitter van ben. Ik had gezworen van nooit meer in een fotoclub te gaan. De ironie van het lot wil dat je dat dan wel wordt. Of dat dat wel gebeurt. Maar goed, ja, vroeger... was het zo, je had een bepaald materiaal en je moet weten wat de grenzen van dat materiaal zijn. En die foto's kun je op een A4, A3 formaat nog afdrukken op een behoorlijke manier. Maar veel groter moet je daar niet mee gaan. Maar goed, je weet dat en ja, niet ieder foto hoeft ook groot afgedrukt te zijn. Dat is niet altijd nodig natuurlijk. Ja, dat klopt inderdaad. Je had het over materiaal, je hebt dat vermeld dat je een 2405 mm gebruikt. En ik denk dat veel mensen wel willen weten welke lenzen had je nog mee. Had je een hele grote rugzak mee met massa's lenzen? Want de dag van vandaag zijn er heel veel die met 8 kilo op de rug rondlopen. Of probeer je dat zo miniem mogelijk te houden, zodat je flexibel bent om je snel te verplaatsen? Wel, hoe ouder dat wordt, hoe meer dat ik probeer van zo weinig mogelijk materiaal mee te hebben, al heb ik ondertussen wel wat materiaal gekocht. De nek en de rug maken dat je soms verplicht bent om iets lichter bezakt op reis te gaan. Maar goed, ik durf gerust te zeggen, ik heb een 2405. Ik heb mij nu een 100-400 aangeschaft. Ik heb een 50 mm gekocht om mijn eindwerk te maken aan het CVO. Omdat ik maar met één lens wilde werken. En ik moet zeggen, voor de mensen die het interesseert, en straks zal ik daar een aantal foto's van tonen. Ik heb gekozen om iets te doen wat ik totaal geen ervaring mee had. Dus niet straatfotografie, geen reisfotografie, volledig buiten mijn comfortzone. Mijn eindwerk heb ik gedaan met een 50 mm. Het enige dat ik gebruikt heb was een tussenring om dichter bij mijn onderwerp te kunnen komen. En het was een totaal andere soort fotografie dan dat wat nu in mijn boek staat natuurlijk. Maar goed, ja, ik probeer niet al te zwaar bezakt nu meer weg te gaan, omdat dat zich wreekt. Goed, ik heb zware arbeid gedaan, ik heb lichte arbeid gedaan in mijn leven, en dat laat ook af en toe een keer zijn sporen na. Daar is niks aan te doen, dat is nu zo. En met het ouder worden, kraakte ik links en kraakte ik rechts. Maar goed, ja, ik zie dat 80%, 70% van mijn foto's, 70, 75, zijn genomen met een 24, 105.
En de rest is al van toen ik heb met mijn 100, 400 en met mijn 50 mm. Ja. Je kunt daar eindeloos in gaan. Het kost allemaal heel veel geld. De vraag is dan hoeveel keer gebruik je dat? Ik heb een 15 mm gekocht in de tijd. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb hem nog niet zo vaak gebruikt. Dat was eigenlijk met de bedoeling van wat meer landschapsfotografie te gaan doen. Maar goed, en in feite, ik zie dan veel grote fotografen met heel weinig materiaal schitterende foto's maken. En ik denk dat dat een beetje een fetiche is bij veel mensen. Materiaal kopen en nog een keer en nog een lens en nog een lens. En als je dan kijkt van hoeveel gebruik je dat eigenlijk, dan is dat niet veel, ja, dat ligt daar. Ja, klopt inderdaad. Dus met uw 2400 en 5 mm heb je het meeste van de foto's in uw boek gefotografeerd. Brengt ons eigenlijk terug op het boek, had al gezegd. Ik ben vertrokken van El Belly om aan vrienden en kennissen een keer mijn foto's te tonen. En dan, ja, dan komt de stap van ik wil een boek uitgeven. En een boek uitgeven is, dan denk ik, drukker, dan denk ik investeringen, ISBN-nummers, welk papiersoort, welke kaft. Dat is een enorme stap, een boek uitgeven. Hoe heeft u dat aangepakt? Goh, dat was al een hele tijd dat ik een boek wilde uitgeven. En ik moet zeggen, een aantal jaar terug, ik denk in 2009, heb ik een gedichtenbundel uitgegeven in eigen beheer. En dat was niet goed. Er zaten fouten in de druk. De kwaliteit was niet echt. Het was niet slecht, maar het was ook niet zo schitterend. En het probleem is eigenlijk dat de meeste uitgeverijen niet staan te trappelen om een beginnend onbekend iemand een forum te geven. Of je moet daar zelf enorme sommen in investeren. En eerlijk gezegd, dat kon ik niet. Dat was vrij simpel. Nu, ik ben op een bepaald moment begonnen met mijn gedichtenbundel van 2009. Opnieuw te bewerken. Al die gedichten een keer onder handen nemen. Ik heb daar een paar foto's aan gekoppeld. En ik zeg, ja, ik ga een beetje zoeken. Misschien vind ik ergens een uitweg om dat uit te geven. Heel per toeval kreeg ik in mijn mailbox een publiciteit, is misschien niet het juiste woord, maar een mail die, van iemand die een gedichtbundel uitgegeven heeft bij een uitgeverij in Nederland. En die uitgeverij noemt Boekschout. Tja, ik ga daar een keer gaan loeren. En dat is een print-on-demand uitgeverij. Dat wil zeggen, zij drukken naarmate dat een boek verkocht is. Dus niet op voorhand, zoals de meeste drukkerijen, wat doen ze? Ze gaan in offset. Ze drukken 1000 exemplaren, waarvan ze er misschien 100 gaan verkopen. En de rest gaan naar de ramsch. En dat is het. Die uitgeverij werkt op een totaal andere basis. Je maakt je boek. Zij drukken 1 exemplaar voor u. En dan moet je daar publiciteit voor maken. En als de mensen die boek bestellen, dan kunnen ze het krijgen. Zodanig dat er geen stok zijn. Dus nu ben ik wat gaan rondkijken bij concurrenten van die firma. Om te zien of dat er nog andere waren. Er zijn er niet zoveel die dat doen. En ze zijn niet allemaal even bona fide. Nu, met een beetje zoekwerk. Het is ook een kwestie dat je niet stapt in een financieel avontuur, wat je het einde niet van ziet. Ben mij een beetje gaan informeren en dat bleek een vrij serieuze firma te zijn die correct werd. En om te beginnen heb ik mijn volledig herwerkte gedichtenbundel met een 7-tal foto's, waarvan ook de hoesfoto heb ik daaruit gegeven. Dat was proper gedaan, de samenwerking verliep vlot. En dan heb ik ondertussen in stilte mijn fotoboek volledig zelf samengesteld. Teksten geschreven erbij. Er staan ook een paar teksten in. En heb ik dat naar hen opgestuurd en is dat ook ondertussen uitgegeven. En ja, de
verkrijgen, vooral wie goesting heeft om een keer een fotoboek van iemand anders te hebben dan van de grote namen die men altijd wel tegenkomt. En ik zeg het, ja, het probleem is dat de uitgeverswereld niet staat te springen om onbekende mensen. De financiële risico's zijn te groot en het is niet gemakkelijk om een boek uitgegeven te krijgen. Maar in dat systeem met print on demand, dus het woord zegt het zelf, naarmate dat het boek verkocht wordt, drukken ze 1 exemplaar, 2 exemplaar, 3 exemplaar. Is er iemand die bestelt 1 exemplaar, ze drukken 1 exemplaar. Dat heeft ook kleine nadelen in die zin dat men iets beperkter is qua formaten, maar de kwaliteit daarvan is volledig te vergelijken met het gewone offset-drukprocedé. Ja, inderdaad. Dus je hebt daar een print-on-demand vergeleken met drukkerijen, waar ik nu eigenlijk zelf mee bezig ben. Heb je dus geen investering? En bij een drukkerij ja, moet je al denken aan een investering van 8.000 tot 20.000 euro. Wat natuurlijk een risico is als je er geen 500 kunt verkopen. Dan is het gewoon geld wegsmijten dat je doet. En die print-on-demand, het wordt gedrukt en dan krijg je thuis. En meestal gaat er dan een heel klein percentage van de winst naar de auteur. Bij een boek, bij een drukker laten drukken, dan kun je natuurlijk heel veel meer van de winst opstrijken. Maar je moet rekening houden dat er ook duizenden euro's aan investeringen nodig zijn. Nu, we hebben heel veel gepraat. Heeft heel veel kunnen vertellen over hoe dat hij tot zijn boek gekomen is, straatfotografie. Dus ik denk dat het tijd is om wat beelden te bekijken. Bernard zal wat beelden tonen en er ook een klein beetje meer uitleg bij geven. Wel, om het een beetje duidelijk te maken voor de mensen, heb ik een van mijn vroege foto's uit het analoge tijdperk erbij gestoken. Mijn eerste stappen in de fotografie, dat is om een beetje te tonen van waar dat je komt. Hè? Want je moet altijd ergens beginnen. En je begint aan het begin. Niemand begint halverwege of op het einde. Iedereen heeft ergens moeten beginnen. Dat is een foto van mijn oudste zoon inmiddels, die toen al vader op piano zien spelen en dat ook wou doen. Dat is een zwart-wit foto, zelf ontwikkeld. Echt uit het analoge tijdperk. Niet spectaculair goed qua ontwikkeling en zo. Maar goed, het is om te tonen dat alles evolueert. Dat alles stap voor stap gaat. Soms gaat dat iets rapper, soms gaat dat iets trager. Dan een foto van een paar jaar later. En dat was toen ik les volgde in het Vormingsinstituut van Roeselare. Dat ene jaar dat ik heb kunnen doen. En dat was een foto. Dat is een foto van mijn zus. Die genomen is met een middenformaat camera. Om u te tonen dat er toen al toch wat evolutie was. In wat ik toen deed. Nu hier komen we aan de foto die mij heeft eigenlijk doen beslissen om terug te fotograferen. Dat is dus met een eenvoudig toestel genomen, geen reflextoestel, in 7 megapixels, denk ik, was het maximum dat ik eruit kon halen. En dat is in Cuba genomen. Dat is echt de prille digitale stappen die ik toen heb gezet. Dat is hier eveneens van een foto van diezelfde reis, genomen vanuit de autobus. Je kunt dat ook zien aan de reflectie op het venster. En ik heb dat erin gelaten, omdat ik vind dat mag gezien worden. Dat is een van die typische beelden die je vaak in Cuba ziet. Een oude auto uit de jaren 50, waar veel werk aan is en voortdurend moet aangesleuteld worden. Nu, dat is dan ook een foto met datzelfde toestel. Dat was denk ik een Panasonic toestel, voor de mensen die daar interesse voor hebben, genomen en omgezet in zwart-wit. Je kunt Cuba, iedereen associeert dat sowieso met kleur en dat is het ook.
Maar je kunt daar schitterende zwart-wit foto's maken. Dat is geen probleem. Dat was een jonge dame die ons moest vermaken tijdens het eten en ze deed dat bijzonder goed. De Cubanen en de muziek, dat is één lang en boeiend verhaal. En dan ga je natuurlijk, op een bepaald moment wil je meer. Je wil betere foto's maken, je wil betere composities, technisch beter. Je gaat een beter toestel kopen. Maar je zegt, ja, maar ja, dat is allemaal goed en wel. Maar ik wil een serieuze stap vooruit maken. En dan ben ik les gaan volgen aan het CVO in Kortrijk, CVO Scala. En kregen we daar een aantal opdrachten. Ik ga geen foto's van elke opdracht tonen, maar ik heb er een paar uitgepikt. Kwestie van een keer te tonen. Wat we moesten doen van oefeningen. Dat was hier een foto die genomen is in de module reportage. Tijdens een optreden hier op een paar honderd meter van mijn deur. Dus je ziet, je moet niet altijd ver gaan om leuke foto's te maken. Dan hadden we natuurlijk stilleven in de studio. Je moet een stilleven componeren, maar je had ook stilleven buiten. En dat vond ik een prachtig stilleven. Kwestie van kleur en van compositie. En dat is genomen ergens bij ons hier in de gemeente in een natuurgebied. Dan doe je natuurlijk het obligate portret, zowel op locatie als in studio. Dat is hier nu een studioportret van een medeleerlinge. En dat maakt dat je natuurlijk van verschillende zaken gaat proeven. Hè. En dat is altijd zeer interessant, omdat je dan op een bepaald moment voor technische uitdagingen komt te staan, op kwestie van compositie, belichting, scherpstelling enzovoort. En op die manier leer je altijd iets bij. En dan kom je natuurlijk aan die zeer moeilijke oefeningen. Velen gaan zeggen, oei, dat is een mooie foto. Eerlijk gezegd, er zijn dan nog wat fouten aan. Niets is moeilijker dan glas en metaal fotograferen. En dan begin je te zien dat veel van die foto's die we zien in de reclamewereld enzovoort, dat niet zo evident is als dat eruit ziet. Dat is hier een glazen kan in een metalen omhulsel. En materialen fotograferen is niet altijd gemakkelijk. Maar je leert bij. Je leert dingen die je anders niet zou doen. En je leert daar ook de moeilijkheden van inzien. Maar je technische skills verbeteren daardoor ook. Dat was een oefening in close-up en macro. En zo zie je ook vaak en ondervind je van oké, als ik daar heel veel moeite in steek, ga ik daar wel een paar goede foto's van maken. Maar het is niet echt mijn ding. Ik weet, mensen die natuur fotograferen, ik ken te weinig van de natuur om echt een goede natuurfotograaf te zijn. Maar ik heb aan die oefeningen wel iets geleerd dat de moeite was. En dan kom je natuurlijk in je laatste jaar en je moet dan een portfolio brengen die uit twee delen bestaat. Een deel van ouder werk, die je in de loop van al die jaren hebt gedaan. En dan een onderwerp dat je kiest en dat is dan je echte eindwerk. Ik heb mij laten inspireren. Ik heb gezegd, kijk, het eerste wat ik ga doen, dat is volledig uit mijn comfortzone stappen. Want mijn comfortzone, dat is straat- en racefotografie. En dat vond ik wel iets te gemakkelijk. Ik zei, ik ga iets doen wat ik normaal nooit doe. En ik heb mij laten inspireren door een boek, Voyage autour de ma chambre, om heel kort te situeren. Het is een boek van Xavier de Maistre, geschreven in 1700 en ik weet niet hoeveel, over een soldaat die gestraft wordt. Hij heeft een duel aangegaan omwille van een dame die eigenlijk al bezet was door iemand anders. En daarvoor wordt hij gestraft, want hij mocht wel een concubine hebben, maar hij mocht er niet voor duelleren. En hij wordt een maand opgesloten in zijn kamer, krijgt kamerarrest. En het boek gaat erover dat hij met alle voorwerpen die hij in die kamer tegenkomt, daar gaat hij een dialoog mee aan.
En dat is om de verveling in feite een beetje tegen te gaan. Hij leest, hij kijkt, hij gaat in gesprek met de voorwerpen en de herinneringen die die voorwerpen oproepen. En zo ontstaat zijn boek en schrijft hij een boek. En ik heb in mijn huis hetzelfde gedaan. Ik heb gezegd, kijk, mijn portfolio ga ik maken in mijn huis. Ik ga mijn huis niet uit. En ik ga mij concentreren op alle voorwerpen waar we dagelijks aan voorbij komen. En waar we misschien niet altijd meer acht op slaan. Kwestie van, oké, welke herinneringen zijn daaraan verbonden? En wat is de schoonheid van die voorwerpen? Of de lelijkheid ervan? Enzovoort. En ik moet zeggen, het was in aanvang niet gemakkelijk. Het was een beetje zoeken. Maar ik ben er toch in geslaagd om een originele portfolio te presenteren. Deze foto is, voor de mensen die zich afvragen wat dat is, dat is de bal van een kleine accordeon. Die voor mij een Sinterklaas geschenk was toen ik een heel klein jongen was. Dat is wel iets duidelijker. Maar is uit dezelfde reeks dus ook. Ik heb dus, dat is ook een abstractie in feite van een gebruiksvoorwerp. Dat is een stuk van mijn gitaar. Van een akoestische gitaar, een folkgitaar. En maar zodanig gefotografeerd dat je toch een beetje je oriëntatie kwijt bent. En zo kom je aan het eind van je portfolio en dan loop je altijd een klein beetje verloren. Hè? Want dan heeft men dat van, ja, je moet je eigen stijl zoeken enzovoort. En dan word je een aantal dingen een beetje, ik kan niet zeggen opgedrongen, maar ze worden er toch ingehamerd. En ik heb dan een beetje moeten zoeken eigenlijk en ik heb gezegd, kijk, in feite is dit simpel. Je moet doen waar je je goed bij voelt. En bij mij is dat straat- en racefotografie. Kijken naar mensen. En deze foto is genomen in León, in Nicaragua. En in het Museum van de Revolutie. Waar de oud-strijders op hun stoelken zitten. Om de toeristen en de passanten hun verhalen te verkopen. Van hoe dat ze het allemaal gedaan hebben tijdens hun revolutie. Dat is de man die alles van ver stond te bekijken in een of andere straat in een stad. De naam van die stad ontsnapt me nu, in Nicaragua. En ja, dat is een beetje het soort fotografie waar ik mij goed bij voel. En observeren van mensen die observeren. Dat is dan Brussel, de grote markt. Vond ik een beeld die een beetje frappant was. Iemand die ja, met haar rondje daar zit te wachten op klanten. En het loopt dan normaal vol met mensen. Maar deze foto heb ik genomen in Trier. Ziet dat zijn zo van die foto's waar je niet kunt beginnen met de vraag. Meneer, mag ik een keer fotograferen? Die man stond te kijken. Dat is in een kerk in de dom van Trier. Dat licht viel schitterend door een raam achter hem. En 2 minuten later was dat licht daar niet meer. Er was een wolk voor die zon gekomen waarschijnlijk. En dat licht was weg. En ik heb toen gekozen om dat te fotograferen. En ik heb dat in zwart-wit omgezet. Om juist dat licht en die contrasten te accentueren. En omdat dat eigenlijk voor een stuk de kracht van die foto uitmaakt. Ik heb hem ook niet gevraagd of ik het mocht publiceren. Het is nog niet gepubliceerd. Maar dat gaat waarschijnlijk in een volgend boek terechtkomen. En dat is een foto die wel in mijn boek staat en die ik per se wilde tonen. En met een wel bepaalde bedoeling. Ze zeggen, ja, maar ja, je trekt hij normaal altijd mensen en dit, maar hier, het komt uit de reeks de klank met de klank van water. En er is daar in feite, je ziet daar een heleboel gebouwen en je ziet water. En de meeste mensen kijken eigenlijk over het belangrijkste detail van die foto. En dat komt een beetje omdat we, en ik betrap mezelf daar ook op, ik zeg dat in alle eerlijkheid, we kijken soms te rap en te vluchtig en te oppervlakkig. Want het zit hem eigenlijk allemaal in reks
staat daar een hele kleine jongen door de tralies te kijken naar water. En water, dat is iets voor kinderen dat fascineert. Maar dat, water is ook een beetje vrijheid. Kunnen wegvaren naar ik weet niet waar, naar de verte, naar de ongekende oorden enzovoort. En ik vond dat zo frappant en ik heb die foto er wel bij gestoken, ook al is de mens hier niet echt uitdrukkelijk aanwezig. Maar hij is er. En zonder die jongen zou die foto een gewoon vakantiekeer zijn. Terwijl met die jongen erbij het net dat tikkeltje meer is. Deze is genomen in Krakau. Dat is een plezante foto geweest, wat ik echt blij mee ben. En die ik ooit heb uitvergroot op 1,40 meter, 2,10 meter. Hij mocht gerust nog een beetje groter geweest zijn. En dat is, ja, we zien elkaar. Hè. See you, see me, see us. We zien elkaar. Mensen die dingen aan het doen zijn, dat fascineert mij altijd. En dat is eigenlijk een beetje bij mij de rode draad in mijn fotografie. Deze foto is genomen in Berlijn, of aan het zwembad van het Olympisch Stadion, waar in 1936 de Olympische Spelen hebben plaatsgevonden. Ik moet zeggen, toen dat op ons reisprogramma stond, een sportstadion gaan bezoeken, maar ik ben bijzonder blij dat ik het gedaan heb, want het is echt de moeite en we hadden een zeer goede gids die ons echt heel veel uitleg heeft gegeven. En het is praktisch nog intact van in de tijd van de nazi's. En om te eindigen, toon ik nog twee foto's om te zeggen, ik fotografeer niet alleen mensen. Overal waar dat kom, fotografeer ik ook andere dingen. Als ik een detail zie, dat mij boeit of dat mij interessant lijkt, dan ga ik dat fotograferen. Het is niet dat ik gefixeerd ben op de straatfotografie, maar de straatfotografie maakt wel 60-70% van mijn foto's uit, op zijn minst. Dat is dan een keer een natuurfoto. Ik ben niet echt een grote natuurkenner, maar dat is... De vorige foto was in Brussel genomen, deze is in Madeira genomen. Toen we pas aangekomen waren op onze hotelkamer, op de derde verdieping, keek ik naar beneden en wat zag ik? Dat. Ik zei, dat moet ik fotograferen. En dat zijn dan de zaken die ik ook graag fotografeer. En ik denk dat we nu op het einde gekomen zijn van de presentatie van de foto's. En nu moet ik opnieuw naar de dinges. Voilà. Ik hoop dat je iets gehad hebt aan die foto's. Ja, bedankt Bernard. Dat zag er heel mooi. Mijn favoriete foto is overigens dat zwembad in Berlijn. Dat is ook de reden waarom ik hem op de blog gepubliceerd heb. Ik krijg hier een vraagje binnen van Sabine. Prachtige foto's. Een vraagje aan Bernard, hoe kijk je nu terug naar de jaren dat je niet meer fotografeerde? Heb je spijt? Well, Sabine, ik vind dat een zeer mooie vraag te stellen. En ik heb eigenlijk van weinig of geen dingen spijt. Omdat alles wat voorbij is, en dat je niet kunt omkeren, god toch, waarom moet je daar spijt over hebben? Ik weet dat Shakespeare daar ooit iets zinnigs over gezegd heeft. Het ontsnapt mij nu de precieze bewoordingen, maar je kunt de klok niet terugdraaien. Dus ik heb het niet gedaan. Ik heb andere dingen gedaan, maar ik denk dat alles een nut heeft. Als ik denk ik die jaren academie niet had gedaan in keramiek en schilderen, wat ik absoluut niet goed in was, en dingen, zou mijn kijk op de dingen, denk ik, veel enger geweest zijn, veel smaller. En het is zo. Je moet je daarbij neerleggen. Had ik het anders kunnen doen? Ja, ik denk dat ik maar de tijd was er niet rijp voor. Ik was er misschien niet rijp voor ook. Dus gedane zaken nemen geen keer. En ik ben niet die man die lang stilstaat bij wat voorbij is en hij zegt, ik moest dit, ik moest dat en ook het geweten. Nee,
ik heb het niet gedaan, ik heb het niet gedaan. Zo, zo simpel is dat. Dat klinkt misschien een beetje... Maar het heeft ook geen... waar heb ik spijt van? Wel, er is één zaak waar ik enorm spijt van heb, en dat is... In mijn jonge jaren, of in het vierde studiejaar, ben ik beginnen met piano leren. En ik heb dat toen niet doorgedaan. Ik heb op later leeftijd nog een keer geprobeerd en ik heb dat ook niet doorgedaan. En dat is misschien het enige waarvan ik spijt. Ik zeg, tjoe, ik had dat toch moeten volhouden. Maar goed, ja. Ja, inderdaad. Uiteindelijk, wat je ook gedaan hebt in het verleden, dat vormt wie dat je bent en dat vormt vooral ook je kijk op de zaken. Ja, Sabine, bedankt u voor uw antwoord. Dan denk ik dat we hier kunnen afsluiten. Ik heb de link naar het boek ook al hier in de chat geplaatst. Achteraf, via het laatste scherm, krijg ik ook nog een keer de link naar het boek. Bernard, ik weet niet of u nog een paar woorden hebt om deze eerste webinar voor u af te sluiten. Hè? Maar het was voor mij de eerste keer. Het was het toch een hele belevenis en ik ben blij dat ik het heb mogen doen. Ik wil jou in elk geval bedanken dat je mij de kans hebt gegeven. Want het is natuurlijk niet gemakkelijk. Het is al een beetje moeilijk om een uitgeverij te vinden die een boek kan en willen uitgeven. Om daar dan nog de nodige aandacht voor te krijgen. Alhoewel, ik mag nu niet klagen. Er zijn links en rechts wat publicaties geweest en artikels erover. Ik wil de mensen die gekeken hebben bedanken. Ik hoop dat dat ik het een beetje heb kunnen brengen zoals ze het verwacht hadden. Dat het boeiend was. Ik zou nog kunnen doorgaan tot ik weet niet hoe lang, maar goed, we moeten nergens afsluiten. En ja, ik zou zeggen, doe verder. Alles heeft zijn nut. En een evolutie, dat is een werk van lange adem. Ik leer nog elke dag bij. Er is één zaak waar ik wil op terugkeren, maar dat ik niet meer over gesproken heb. Maar ik had dus gezworen van nooit nog in een fotoclub te gaan. Ik ben ondertussen voorzitter geworden van een fotoclub en daarmee wil ik afronden. Ik ben blij uiteindelijk dat ik ja gezegd heb. Dat was een fotoclub met een heel lange geschiedenis die op het punt stond om te stoppen. Daar zaten nog 4 mensen in. Er waren er nog 2 van die fotografeerden. En ze gingen stoppen. Ze hadden mij al 2-3 keer gevraagd, wil je dat doen? Ik had toen weinig tijd, heel druk met het werk en zo. Ik was helemaal nee. Ik was ook voorzitter van de cultuurraad en met dit bezig en met dat bezig. En toen zei ze, ja kijk, voilà, mag het u nog 1 keer vragen? En als nee is, dan doeken we de fotoclub op. Ik zei, ja, maar allee, dat moet je toch niet doen. Ik zei, oké, het is goed, ik wil er mijn schouders onder zetten, maar met 1 of 2 voorwaarden. En de eerste voorwaarde was, van kijk, wat we ook doen, competitie, is niet het doel van die club. Het doel van die club moet zijn dat iedereen zich daar thuis voelt, dat iemand die begint te fotograferen en dus nog nooit een foto genomen heeft, bij ons kan geholpen worden, vooruit geholpen worden, en dat ze iets kunnen leren. En ik heb gezegd, kijk, voilà, daarvoor is er nog iets belangrijk, dat is het wederzijds respect, ook voor mensen die pas beginnen, en de bereidheid hebben om de kennis die je hebt te delen. Want dat is uiteindelijk, wat ben je met kennis als je er niks mee doet en als je het niet deelt. En ondertussen hebben we een iets meer dan 25 actieve leden. We liggen nu natuurlijk met corona uiteraard stil. Jammer genoeg, maar goed. Ik hoop dat we binnenkort gaan kunnen opnieuw starten. We hebben wel onze kanalen via Facebook en zo, dat we wel contact hebben met elkaar, maar... goed, ja. Ik heb nog een vraagje binnen van José. Welke club is dat? Die fotoclub? De fotoclub Retina uit Kuurne. Kuurne, dat ligt bij Kortrijk, West-Vlaanderen. Ik heb het ook eventjes in de chat gezet. De mensen kunnen gaan kijken. We hebben een website. Geen probleem.
Oké, bedankt Bernard. Ik zie heel veel positieve reacties langskomen. Ik vond het ook heel interessant om uw verhaal te horen. Ik wens je alleszins heel veel succes met uw volgend boek en met het fotograferen. En zoals je met de mooie woorden zei al in uw presentatie, doe gewoon wat je graag doet. En ik denk dat de rest dan vanzelf komt. Bedankt nogmaals en aan iedereen die gekeken en geluisterd heeft, ook bedankt en tot de volgende keer dan. Oké, fijne avond nog. Ja. Daar. Daar.